de grote dag aangebroken dat Max en Marije op vakantie gaan. Wij hebben besloten om lekker gewoon de auto te pakken en naar Italië te rijden, want pizza. Het leek ons daarom een mooi moment om eens te kijken wat er gebeurt als je de hele dag op benzinestation voedsel leeft. Benzinestation voedsel, wow, drie keer woordwaarde, heeft natuurlijk niet zo'n goed imago. Dus, let's put it to the test. Ga ik staven! Doet doet, ik ben een trucker. Ik ben echt wel een trucker, moet je kijken of ik bij zit. Ja, je kan wel grapjes maken, maar dit is wel pijnlijk waar. Gelukkig zijn de aanbiedingen lekker gezond. Kijk Jet, dit zijn de broodjes die je altijd zo lekker vindt. Stel, ik heb heel erg honger en ik moet bij een benzinestation stoppen of zo, omdat ik dan iets wil eten. En er is alleen maar van die ingepakte kleffe broodjes, van die driehoekjes. Absoluut niet. Ik heb liever honger dan dat ik die vieze meuk eet. Really? Het is 8:30, mag ik er afstaan? Nee! Afstaan. Zo vies! Het is al 8:30 ochtends, dus het is wel gehaktstaaftijd, toch? Oké. Okay. Jee. Zo sexy. Gadverdamme. Breakfast of Champions. Hij heeft ook nog zo'n vies broodje. Ik heb een verse spelbol met omelet en rucola en een pakje kaas. Jam. Is het lekker, Max? Ja. Ik wou dat ik naar Jet geluisterd had. Ik heb nog twee oude schuursponsen aan elkaar geplakt zijn. Waarmee ze net een groot hebben leeggetrokken. Het is echt heel vies. Mijn broodje is wel lekker. Even een korte onderbreking voor de volgende vraag. Stel je hebt honger en je moet één ding kopen bij het tankstation. Wat kies je dan? Driehoek sandwiches met tonijn. Ik heb echt wel een hekel aan tankstations. Dus als het even kan, stap ik daar überhaupt niet naar binnen. Maar mocht de nood nou zo hoog zijn dat het eigenlijk niet anders kan, dan ga ik denk ik voor een goed belegd broodje. Een van hun vers gebakken broodjes. Of een croissantje. Of handfruit en een breker. Of een familiezak M&M's. En drop fruitduo's. De gele. Dus ik koop altijd autodrop of tiktaks. Niet of. Op alle drie. Ja. Dat laatste denk ik. Maar nu mag ik maar één ding kiezen, dus dan wordt het een energiereep. Want daar zitten dan toch ook nog wat eiwit in. Zijn schnitzels wel een goed alternatief voor gehaktstaven? Prachtig! In Duitsland hebben ze volgens mij nog nooit zo'n plantaardig eten gehoord. Maar in Berlijn wel trouwens, Berlijn wel. Hier heb ik geen hoge verwachtingen. Gadverdamme. Gadverpillekes. Dit is wel een stukje presentatie van Likmefestje. Ik zal trouwens heel even vertellen wat we gaan doen. We gaan namelijk... Oh, jezus. Oh, ik stond in de weg. Dat was Max. Ja, we gaan dus naar Italië rijden. En ik heb er zoveel zin in, want we hebben echt al zo lang zijn we niet op vakantie geweest. We hebben natuurlijk wel in New York gewoond. En ja, dan kun je natuurlijk denken van dat is ook wel vakantie. Maar dat was eigenlijk niet echt vakantie, want dat was heel hard werken. Dus nu ga ik echt eventjes gewoon even YouTube detoxen. Want dat heb ik ook een klein beetje nodig. Zeg ik terwijl ik een film maak. Film, dit is niet YouTube detox. Dit is een soort, ja, nu ga ik echt afkicken terwijl je met een spuit in je arm zaat. Ja, maar goed. Choppings! In dit super chique establishment hebben we toch maar voor de Subway gekozen. Dat is nog het soort van gezondst met een volkoren broodje en wat groenvoer. Hé, Maxi? We hebben geen broodje met gehaktstaaf. Oh, arme jongen. Kijk eens even wat een berg groenten. Groenpie, wat zul je het zwaar hebben met al die groenten? Word je misschien nog gezond? Ik word nog dun. Het is wel echt hoe jij nu eet. Deze video is niet representatief voor hoe jij echt eet. Zei jij niet iets van ik ga op de gezonde door? Balans is gezond. Ja. Nou, ik heb mijn plek gevonden.
Ik alles kapot kan maken, doet er helemaal niets is. Dan wil ik dat je mij nu los kan laten. Ook als je me mist en ik zie dat je wil gaan opladen. Hey! Dat de navigatie ook iets zegt. En dan moet je stoppen met zingen, want we moeten hier naar rechts. Ciao, het is tijd voor avondeten. Ik heb honger. Dus wij gaan heel netjes een goede verhouding koolhydraten, vetten en eiwitten zoeken. Zodat we alle macro's hebben. En het liefst natuurlijk ook nog met veel micro's. Dus vitamine en Doe je dan gewoon groente, vlees en aardappelen? Nee, want dat doen we niet meer zo. Nou, laat ik even meteen even zien hoe oud ik ben. Dus schijf van 5, jongens. Ja. Dus we moeten gewoon zorgen dat we in de shop iets gebalanceerds vinden. Ja. Oké. Okay. Met heel veel vitamine en mineralen. Oké. Okay. Ja, party at the roadside diner. Maar we mogen niet naar het restaurant, toch? Dat is vals spelen. Vals spelen. Als het restaurant vals spelen is, hoe kom ik dan aan een gehaktstaaf? Misschien niet. Hoezo misschien niet een gehaktstaaf? Kijk even naar het gezicht. Hoeveel eiwitten zitten er in deze Toblerone? Nou, 100 gram hebben we hier, 5,6 gram eiwit. Dit is 4,5 kilo. Wow. Dus dan kom ik wel aan mijn eiwitten, toch? Ja, precies. Ook aan je calorieën, maar dat vergeten we even. Hij is ook 150 euro. Oh. Ik heb volgens mij wel een goede vleesvervanger gevonden. Help dit? Oh mijn god. Oké, ik heb een gezonde maaltijd. Oh ja, boring. Ik heb sla met een beetje mozzarella. Er zit niet eens dressing bij volgens mij, wel? Nee. Jezus. Nou ja, oké, groenten. Succes daarmee. Voor mijn koolhydraten een broodje, ook weer met wat groenvoer. Nu heb je dezelfde sla, alleen dan met een broodje eromheen. Ja, ja, precies. Oké. Okay. En ik heb nog een appeltje voor wat extra vitamintje. Dat is je maaltijd? Ja. Dus ik nog heel veel moet rijden, anders viel ik nu in slaap. Oké. Ik denk dat ik het net zo gezond en goed heb aangepakt, maar wel creatiever. Nou, laten we beginnen met de keuze die iedereen wist dat hij ging komen. Oh god. Voor de koolhydraten en de aardappelvervanger. Je boy Pringles, hij is hier. Oké, aardappels. Daar als ten eerste, het is de grote vriend van ieder reizend medemens. We weten het allemaal. Classic, de Beefy. Daarna dacht ik van, wat ga ik nou doen aan eiwitten en zo? Want ik weet niet precies waar dat allemaal in zit en hoe dat werkt. En toen dacht ik, oh wacht, eiwitten? Dit zijn eieren. Oh mijn god. En het grootste gedeelte van deze eieren is wit. Eiwit. Ja. Zucht. Nou, dat is wel uitgebalanceerd. Om te drinken heb ik nog dit, want hier zit ook 26 gram high protein. Dat is protein die gebloot heeft, denk ik. En vitamine, dus het wordt heel gezond worden. Ja, je wordt echt super gezond. En dan heb ik aan het eind heb ik nog een fruitsalade. En hier staat air fruit op. Dus er zit waarschijnlijk helemaal niks in. Heel licht. Heel licht en licht. Ja. Dus hier word je dun van. Air fruit. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat je super gezond kan eten bij het tankstation en dat ik gewonnen heb. We laten het aan de kijkers over. Wie vind je dat gewonnen heeft? Max of ik? Qua avondmaaltijd samenstellen. En laten we dat zelf ook bepalen. Ik zou zeggen... Eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk! Een beetje misselijk. Joh. Ik vond het niet heel gezond. Nee? Zou je denken, Max? Ik dacht dat jij zo'n slimme jongen was. Ja? Echt waar? Oké, misschien was jouw idee wel beter. Oh. Oh. Nou, ik ga even kotsen. Fijn dat jullie meekijken. Tip van de dag. Neem je eigen lunchpakketten mee als je stukken gaat autorijden. Want dat is waarschijnlijk veel gezonder en verser. Maar oké, je kan wel wat doables vinden op tankstations. Dus het is wel een vooruitgang. Nou, laten we ook eerlijk zijn. Dat is echt wel beter geworden. Beter geworden, ja. Weet je, als je geen debiel bent dan, en je maakt de juiste keuzes, dan is echt veel beter geworden. Ja. Het is niet hetzelfde als 10 jaar terug. Opa weet dit, jongens. Ik voel me wel een beetje vies alleen. Ik weet niet. Alsof er een soort van laagje over alles zit of zo. Dus een conserveringslaagje. Ja, precies. Alles is op de een of andere manier verwerkt. Oké, bedankt voor het kijken, jongens. Ik zie jullie volgende week weer. Doei doeg!